Vrijdagmorgen is een juwelier aan de Kerkstraat overvallen. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. De daders zijn door de deur uit naar buiten gesprongen en gevlucht op een scooter zonder kenteken. De twee daders zijn rond de 17 en 18 jaar oud en waren bewapend. De politie is nog bezig met het onderzoek en het gebied voor de winkel was afgezet en de stoep lag bezaaid met glasscherven. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900 8844 of via meldmisdaad anoniem. Na Hilversum kort een interview met getuige Marge van Drimmelen van het naastgelegen lunchcafé. Het Comenius College heeft het onderzoek naar de toetsresultaten van het tentamen Nederlands van 5 VWO afgerond. Doordat twee keer dezelfde toets is gebruikt, kon een VWO'er die de toets eerder mocht maken in steekwoorden vertellen waar de toets over ging. De klasgenoten hebben hiervan kunnen profiteren en zodoende een hoger cijfer gehaald. Het tentamen is inmiddels ongeldig verklaard. Alle leerlingen hebben een nieuw tentamen moeten maken. De VVD wil dat burgemeester Broertjes als werkgever van de parkeerwachters smartengeld eist van de daders. Dit naar aanleiding van de reeks geweldsincidenten van de laatste weken tegen parkeerwachters. Volgens VVD-raadslid Verkuijlen kan Broertjes 150 euro smartengeld vragen voor het spugen in het gezicht.